showtjes kunnen doen en bandjes kunnen kijken en hier kunnen zuipen en wel kunnen roken binnen bijvoorbeeld en dat soort dingen. En ja, we willen wat vertellen over wat kraakverbod. Nou, voor wie het niet weet, het kraakverbod komt er dus keihard aan. De regering is wel gevallen, maar het kraakverbod gaat hartstikke lang door. We zijn gewoon niet belangrijk genoeg om te zeggen van nou, we willen gewoon doorgaan met kraken. Er zijn een hoop lui die vinden dat we dat niet moeten doen. Dus als wij willen dat stoppen, dan moeten we dat echt iets harder gaan roepen. Dan alleen heel veel punkmuziek maken. Dat is niet hartstikke leuk. Een hoop mensen hebben gewoon een hekel aan. Dus, het wordt tijd om jullie even goed in te prepen. Dat er gebeuren een hoop dingen, maar we moeten even aansluiten. Er komen een hoop acties de komende weken. Het gaat allemaal over het kraakverbod, we moeten het gaan tegenhouden. En de bekende kanalen kunnen daarvoor gewoon in de gaten houden. We hebben de kraakspreek, we kunnen in gelukkig langs gaan. We hebben ook media, de kraakpost, maillijsten. We zullen posters ophangen. Dus als je een poster ziet hangen van een actie tegen het kraakverbod, dan moet je wel komen. Want anders zijn die kraakpost op een gegeven moment verdwenen. En dan komt alleen maar een plek zoals dit van die fantastische punkconcerten. Ja, het is gewoon, ik denk dat we leven nu in een fucking geziekte maatschappij met een fucking restgezin. En de repressie neemt op alle fronten toe. En ik denk dat heel veel mensen die worden wel een beetje moedeloos van misschien. Maar het enige manier om dit nog te kunnen stoppen, is dat ze gewoon met z'n allen een vuist maken. En dat iedereen die ook maar een beetje sympathie heeft of de waarde is iets van kraken, gewoon komt opdagen bij acties. En gewoon laat zien dat we dit niet pikken en dat we gewoon keihard doorgaan. Ook na het kraakverbod gaan we gewoon door. En daarvoor moeten we ons organiseren en moeten we gewoon actief blijven. En ja, dat is een beetje onze boodschap. En op deze manier ook nog wat zeggen. De ministers zeggen dat kraken een aantasting van het eigendom is. Ik ben een kraker, ik zeg terecht. Het eigendom is volgens de webpagina van de Volkssheet Frame. Sinds Ellen met middel van de regeringen en koningen de bevolking te onderdrukken. Ook vandaag nog. Met het eigendomsrecht wil men jullie tot slaven maken. En wil jullie een koopwoning aansmeren waar jullie dan 20 of 40 jaar hypotheek kunnen betalen. De overheid stelt zich aan haar recht om jullie van de huisvesting te voorzien. Ja, het is één middel om daartegen te protesteren en zich daartegen te verzetten. Dus als je wilt, je komt met iedereen. Welke naam is Schwarzenberg? Precies, gewoon die steen en kom in actie en kijk!